Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Plotwerelden in Droomkraft. Lekker met die R's, hè? En vandaag zijn we met Gio Vannes. En met Rikkus. Hi. En met Lessus. Goedemorgen. Essels, Lessus. Lessus. Wat ben je doen, Gio? Draai rondjes. Ik dans. Ja, oh. En ik geef geld ze geven voor... me geld. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dit is wel heel makkelijk verdiend. Ja, ik ga nog even door als je niet uitvindt. Ja, is goed. Oh, ja, dan zal ik heel kort uitleggen tussendoor wat er aan de hand is. Want hier staat inderdaad al een goud blokje. Maar dat gaan we nu slopen. Want Steef kan namelijk een nieuw goud blokje verdienen. Wat is er nou zo? Box Jordiat, die heeft dus het plot een soort van helemaal opgeknapt en helemaal veranderd. En heel veel dingen zijn er nieuw toegevoegd. Want we hebben ooit de plot opgenomen. En er stond alleen de attractie De Baron stond in de plot. En daar heeft hij dus een compleet park ervan gemaakt. Dus daarom gaan we hem nog een keer opnemen. Maar dan nu compleet vernieuwd. Er staan ook allemaal bezoekers hier te wachten. En we hopen dat de poort open gaat. Oh, dat is... Nou, dat is mooi. Dank u wel voor deze opening. Weet je, we hebben zes... Bezoek ze allemaal. Oh. Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Ik heb zes. Er ook zes. Ja? Oh. Ik heb zes euro. Goed. Misschien zes bedoelen ze... attracties? Ja, of misschien weetjes. Omdat het over weetjes gaat. Of misschien? Denk ik. Oké. Okay. Dreamfields ingang. Oké. Okay. Er is een ingang, twee ingangen links en rechts. Alleen... Deze gaan niet open. Oh ja, gaan wel open. Oké, okay. Hoppakee. Dank u. Oh! Oké, okay, we zitten in een plot. Vincent, ik heb wat gekregen. Wat heb je gekregen? Een dreambalkje. Oh! Oké, okay, nou mooi. Hij beweegt ook. Kijk nou. Dat is gaaf. Wow, dit is cool. Een blokje heeft fortune gekregen. Hoe cool. Kan je het ook neerzetten? Beweegt hij dan ook? Nee. Alleen als je hem in je hand houdt. Goed, die bewaar ik. Directeur, Steve en Box Jordiat. Hoofdbouwers, Bananenvla, Joelle... Redstone, Stefan 10.000 en 8500. En klantenservice Marvin 2004 voor Christus. Nou, hartstikke leuk. We gaan naar de eerste attractie, want dat is ook gelijk denk ik mijn favoriet. En dat is deze, de Phantom Manor. Als lopend spookhuis, alleen open met Halloween. Nou, dat is jammer. Ja, okay. Ja, we gaan weer. Ja. Doei. Doei. Ja, was leuk. In aanbouw. Oké. Okay. Ik hoop dat het plot af is, want we gaan hem niet drie keer opnemen. Nee, erfelijke ingang. Boe. Dat zou natuurlijk niet eerlijk zijn tegenover de andere plots. Maar we gaan eens kijken, wat hebben we ervan gebakt? Gebakt. Er komt dadelijk een hele leuke acteur. Ik ben nog even bezig met... Hallo jongens en meisjes, komen jullie naar binnen, hè? Oh, doet Irma ook mee? Ja, nee. Nou, je kunt hier ook snacks bestellen. Nee, maar wortel. Oh, wortel, snacks. Oh, lekker. Ik neem een M&M. En ik wil een Chippy. En jij trakteert. Oh, hier zijn deuren. Oké, okay, we gaan er doorheen. Hallo jongens en meisjes. Welkom in mijn lift. Oh, dit ziet er gaaf uit. Wow. Kijk nou. Oh, dit is best spannend. Ga alsjeblieft aan de zijkanten staan van de lift. Welke zijkant? Ja, weet ik niet. En wat is het verhaal? Kan je dat wel uitleggen? Oh, dat is cool. Ja, het verhaal is... Nou, er zit niet echt een super groot verhaal achter. Want het is meer gewoon echt nageleid. Van de officiële Phantom Manor uit Disneyland. Leuk. Tof. Maar dit station is zelf wel helemaal bedacht. Helaas is de rit, die is nog helemaal niet gemaakt. Nee, echt niet? Een heel klein stukje. Mogen we dat zien? Mogen we een stukje lopen? Ja, dit is alles. Wat? Nou. Nee, ik vind het wel super gaaf. Hallo? Hij heeft hier zijn magische pen. Stefan, hallo? Hallo? Stefan? Stefan? Wat? Wat? Kan je niet praten of zo? Stefan? Wat doe je dan? Een beetje snavel, hè? Denk ik niet dat je kan praten, hè? Stefan? Wat dan? Ga dan praten, hè? Je kan toch praten nu op die week? Kom dan. Je kan gewoon praten, Stefan. Kom dan. Doe dan. Nou, deze is nog niet af. Maar ik beloof wel dat ik hem een keer ga bezoeken dan. Okay, maar dan moet je hem wel afbouwen. Wat is er wel af? Ik wil rij 1. Rij 1. Ik voor. Ik wil vooraan. Aan de kant. Gio, apen moet achteraan, weet je nog. Woehoe. Woehoe. Zo jongens en meisjes, mag ik zal geen barriers in je hand doen hoor. Oké. Okay. Gaat er heel lelijk uitzien. Wow. Dank u. Wow, je mag ook helemaal niks hier. Oké. Okay. Nou, krijgen we die voorshow met die grammofoonplaat. Kompels.
Kom, het is mijn eer om u te verwelkomen in mijn kamp. Het is mijn eer, Rijksbaron Gustav Hoogmoed, te verwelkomen in Rijksmijn Baron 1898. Met deze daalt u de diepten in. Kijk, daar komen ze hoor. Get wrecked. Trommel, sprikantel, als u Bassie en Adriaan tegenkomt, dan val ik ze. Waar is Rick trouwens? We zijn Rick vergeten. Rick is opgegeten door de witte dieven. Rick, waar ben je? Ik ben normaal aan het goud aan het mijnen. Ja, nee, we kunnen niet zonder jou. Je moet mee. Dan? Hij durft gewoon niet, jongens. Dit is gewoon een Rick. Mietje. Oh, wow, kijk nou. Dat vind ik tof met die lichten, hier. U zijt gewaarschuwd. U zijt geschat. En kom, dit klopt bol. Niet. Laat zich toch niet afschrikken. Dit klopt niet. Oh, Rick, okay. Die is daar gewoon al, hoor. Echt waar? Oh, wat een schengel. Oh, Rick, achteraan sluit, hoor. TP hier, Rick. Nee, gaat hier naartoe. Hup, en je hebt geen kaartje, Rick, dus jij moet de pushy pas. Ja, Rick, waar is jij moet de pushy pas, je mag er niet in. Kompelbol helaas. Grond, helaas. Ik heb VIP betaald. Nee, bovengronds ga jij. Je hebt geen ticket. Hup. Ja. Was het karretje? Een apen gaan achteraan. Wat een smeerlap. Altijd de burgemeester. Ja, maar waarom is hij er altijd? Ik weet het niet. Heb je niks beters te doen? Ga eens weg, man. Altijd de burgemeester. Ga naar de gemeente van je. Ja. Ga alleen de gemeentelijke zaken met hem. Opnemen. Nee, hoppakee. Nou, dit is eerlijk. Okay, we gaan de eerste scène. Dit ziet er wel tof uit, vind ik. Hè, Vinnie? Oh, godver. Nou jongens, gewond door vuurwerk. Ik kreeg een hele lading witte wieven in mijn smoel. Kut wieven. Wow. Nou, is dat een vuurwerk was in de attractie? Goed, kom voor den val. En dan gaat hij naar Clappy daar. Hij zal niet op de baan, want als je tegen Karretje aankomt, dan gaan we weer terug dadelijk. Hup, kijk. Weg. Niet op de baan lopen. Komt voor een val en ik verdwijn in het ding. Ja, verdwijn maar voorgoed. Nee. Ik stem voor... Van Hessel. Pipje, hoor. Niet op de baan staan, RB. Wat je ook doet, niet op de baan. Ik zweer het je. Oké, we gaan vertrekken. Nu krijgen we de optakeling. Nou, dan weer lieven. Voor mij moet hij wel wat sneller naar boven opgetakeld worden, hoor. Want dit gaat best wel sloom. Kunnen die witte wiefjes ophouden? Oh, het gaat wat sneller. Ja, dit gaat goede tempo. Oké, dan gaan we avond. Komt voor. Oh, het is mooi nacht gewoon inderdaad. Nou, we hebben lang in de wachtrij gezeten dus. Ja, en jij vooral een zonnekaartje. Okay, ja. Ja, een beetje zelfbomen. Kijk, het voordeel is dat ik ga hangen dadelijk hier. Blijf stilstaan waarschijnlijk. Gaan we naar beneden. Ding, ding. Doei. Heel snel dit. Wow, allemaal goud ook onder. Is het een soort glitch met de speed? Oké, okay. Jij zegt het. Nou, het is ook waar. Het is wel een mooi baantje, zo. Ja, is leuk gedaan. Zo, dan gaan we hier zo. En dan gaan we hier weer over de kop. Kijk eens. Dat is gaaf. Zo. Klopt die een beetje, Gio? De baan heeft Stefan LH02 gebouwd. Oh, Stefan, van vorige aflevering. Ja. Die heeft meegeholpen aan dit project. Kijk, tof. Ja. Dan gaan we een bochtje. Al dat vuurwerk, hoor, helemaal krank, joh, man. Ja, wie doet dat vuurwerk, joh? Dat weet ik ook niet. Ja, zie je die attractie, stelletjes, witte wieven, stelletje apen. Ja, ze saboteren je afdaling, hè? Saboteren? Ja, ik zou jou saboteren. Saboteren! Witte wieven. Saboteren! Zou die wortel zo in je slaan? Kijk met die oogjes. Saboteren! Uitstappen als je wil. Uitstappen als je stil. Als je wilt. Als je stil. Als je stil. Nou, ik ben stil. Mag ik nu uitstappen? Ja, uitstappen als je stil. Stilstaat. Als je wil, mag je stilstaan. Ik heb er wel sprakeloos gekregen weer. Oké, we komen eruit en dan gaan we naar de uitgang. Hallo jongens! Oh, ga ik er niet weer. Jeetje, Vincent, er staan nog genoeg barriers in deze hele plof. Echt, hè? Nou, ik heb hier. Wel mijn goud. Ach. Rob maar op. Oké, de volgende attractie. Pizza. Pizza. Nou, dat is op het volgende bakje. Met kaas. Hallo jongens, kom even binnen in mijn uitvindingenhok. Oké, we gaan even naar binnen. Hallo. Hij heeft gewoon een eigen huis ook, hè. Willy's lampje. Schattig. Een worteltank. Gewoon een torch, hoor. Ik weet niet of je het ziet. Er is een dag op bed. De worteltank. Oh, Titi. Oh, shit. Bam. Dit is gaaf. Dat vind ik tof. Live uitvindingen. Ik ga live uitvindingen kijken.
hier bestellen. Pain Inator. Rick, wat heb jij op je hoofd? Ja, prachtig. Ja, dat hoofdpijn lijkt dus een ziekte te zijn. Oh, oké. Okay. Ja. Tweede hoofd, nou, mooi zo. Ja. Ja, wat krijgen we hier? De cocktail van Milano. Heb je zo'n lekkere cocktail? Ja hoor, lekker hoor. Suipen als gratis Milano's kaas. Witte wijncola. Oké, okay, we kunnen hier dus gratis eten. Kaas, gratis kaas. Gratis kaas, toren van nee, pizza. Ik hoef je kaas niet. Oh, ik ben even achterop, sorry. Ach, stik toch maar in je kaas. Oh, leuk. Is het een huisje of is het een gevangenis met zo'n klein slaapkamertje? Bijna zo. Denk het. Opslagruimte. Hé, hey, Pinocchio. Leuk. Oh, ik heb al die berry. Ik heb dat ding in mijn hand nog steeds die, waar je niet mag lopen. Daar gaat het toeien. Oh, wat grappig. Mogen we daar naar binnen? Het houten broodje. Is het een attractie? Voor mij hebben we een Ratatouille-attractie. Oké, okay, we gaan naar beneden. Het is zo onder de grond gebouwd of zo. Sta op de grijze. Sta op de grijze. Ik sta op de grijze. Ik sta ook op de grijze. Maar ik sta op de zwarte. Oh. Dave, ja, ja, je moet de grijze. Je nog niet wist, we staan op de grijze. Hij, gebeurt hij staat op de grijze. We dringen voor. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik denk ga dat hier ik, zitten. Ja, ik ga ook in die grijze. Ga ik hier vooraan. Zo. We zitten in de grijze. Ja. Ja, oh, ik val wel helemaal. Yo, ik zit ergens. Ik zit niet meer in de grijze. Ja, ik zit in het grijze karretje. Ik zit nog steeds in de grijze. Ja. Nou, Rick is U mag hem starten, meneer. Daar gaat het toe. Ik ben benieuwd. Ja, hallo. Jongen, gewoon door een riool, maar gewoon een hele eigen unieke versie. Dat vind ik cool. We gaan naar boven. Oeh, die rat. Oh, dat is tof. Ding, 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 ding. Oh, dat is leuk zo. Oh, hey Rick. Hi. Oh, dit is een mooie kamer. Ja, vind ik een mooie... Ik vind het mooi. Hey, Dirt. Je hebt het is Pieter hier geweest? Ik sta tegen... Hij is niet af. Oh. Hopelijk zijn jullie niet teleurgesteld van alle dingen die nog afgebouwd moeten worden. Maar dat kunnen jullie zelf zien als jullie plot zelf gaan bekijken. En dan hoop ik dat het wel af is gebouwd. Dus zeker weten moet je gewoon een kijkje nemen. Dit is een achtbaan die wel is afgebouwd. En dat is natuurlijk de famous rock'n'roller coaster. Oftewel een lanceer achtbaan. Denk ik en hoop ik. Ja, ik ben er natuurlijk om het linkje door te knippen. Ja, natuurlijk. De burgemeester is er weer voor. Nou, ik verklaar nu dat deze lint... Het is dan niet de grijze, maar geopend is. Hij kreeg niet eens de kans om het zelf te doen. Yeah. Oké, okay. Ingang. Waar is Gio? Voor mij durft Gio niet meer. Waar is Gio? Pst. De Fastpass. Oh, daar is Gio. Oh. Hallo. Dit is op, Jo. Ik ben al lang hier. Dan? Als het goed is de Fastpass, dus ik zou er eerder moeten zijn, maar ik weet niet. Oh, net zo snel, hoor. Ik moet een beetje de thematisatie kijken hier binnenin. Nou, paintings hangen er en discs. Zo ben ik sneller, Vincent. Nee, ik ga je inhalen. Oh... Dit is gaaf. Dit klopt wel, dat je een rij boven hebt en eentje onder. Dat is tof. Oké, rij 2 gaat open. Oh, dan heb je hier die poppetjes. Oh, leuk. Ja, ja, zeker. En dan heb je een soort van show. Je wordt met Aerosmith. Ga je dan zien een met stukje. Met die achtbaan. Ja, klopt. Love in the elevator. Living up when I'm going down. Oh, jeetje, ze doen wel wat. Yeah, yeah. Ik kom eraan. Woehoe. Oké. Hoppakee. Ga erin. Zo. In de grijze. Oh! Oh! Nou, doe je. Perfect. Ik zit vast. Weg jij! Hallo jongens, een hele fijne rit in de rock'n'roller coaster. Er staat ook keihard go met grote letters. Go! Dit is heel vet, want de muziek is ook heel tof in deze attractie. Leuk gethematiseerd trouwens. Leuk gedacht, ook met dat groen en zo. Het ziet er echt heel gaaf uit. Ik ben benieuwd hoe de attractie zelf eruit ziet. Wow, die lichten gaan aan. We gaan dadelijk vertrekken, Gio. Hou je vast in de grijze. Ik hou me vast aan die wortel hier in mijn handen. Oh, lekker worteltje. Ik hou me vast aan het dreamwolkje nog van vorige keer. Oh, die heb ik al niet meer. Zo, oh, daar gaan we. Wee! Zo, kijk nou. Hey! Allemaal dingen binnen. Over de kop. Nee, vet hoor, dat ziet er goed uit. Living in the edge. Ja, Aerosmith is sowieso heel goed. Heel goede muziek altijd. Oké. Okay. Attractie ook. Ja, zeker. Heel goede attractie. Favoriet lekker in het Studios Park. Ja, vind jij mijn favoriet in Studios? Ja, waarom? Nou, vooral als je hem 5 krijgt op elkaar kan doen zonder te wachten. Dat is ideaal. Ja, wij moesten, met Roby heb ik toen een half uur gewacht, geloof ik, de eerste keer. De eerste keer was wel langer. De tweede keer was het een half uurtje, geloof ik. Hoeft er maar 5 minuten. Echt waar. En dat binnen een uur of zo? Ja, wauw. Ja, we hadden zeg maar, het was zeg maar ratatouille. De laatste dag wouden we ratatouille. En toen stonden we 2 uur te wachten en toen bleek de storing te zijn.
Dus hij zei tegen Robbie, we kunnen hier nog bijna 3 uur gaan staan wachten, want je weet niet hoe lang die storing doet. Of we gaan nog gewoon lekker in een andere attractie. Ze hebben ervoor gekozen om dus naar de Rock'n'Roller Coaster te gaan. En toen we daar uitkwamen na ongeveer een half uur, toen stond er nog steeds die rij, stond hetzelfde als toen we het hebben verlaten. Dus het was echt wel positief dat we gelukkig wel wat andere attracties hebben gedaan. En dat we niet 5 uur in een wachtrij stonden. Want de kans was nog klein dat we gewoon erin konden. Dus ja. Dan had je geluk. We hebben geluk gehad. Maar ja, dan moet je zo'n keuze maken van, gaan we in een andere attractie nog even genieten? Of gaan we gewoon hier nog misschien wel 3 of 4 uur wachten? Ja, je weet niet hoe lang het nog duurt natuurlijk, zo'n storing. Nee. En het was ook het was goed weer. We hadden niks te klagen. Alleen, ja, het is zonde van je geld als je natuurlijk 5 uur lang dadelijk voor een attractie moet wachten. Hey, een lange rit trouwens. Hij gaat ook niet zo snel, merk ik. Misschien had je de speed wat meer hoger kunnen zetten. Want nu gaat hij ineens wel een stuk sneller, maar nu gaat hij weer... Oh! Wow, wat? Ja, dat. Dankjewel. Ja, precies zo. Dat ging beter. Ja. Nou, dan komen de remmen. Hoppakee. Ja. Wee! Ja. Kijk, mooi tempootje. Dat is beter. Oké. En dan gaan we nog een attractie doen. Eentje die ook af is gemaakt. En ik ben benieuwd welke dat is. Allemaal worteltjes hier. En een hele lange ingang. Misschien had je hier nog wat details kunnen doen. Want... ja, het is een beetje kaal, een beetje die muren en zo. Zo, we komen uit bij hier. En dan hebben we nog, denk ik, de Speed of Sound. Kijk, een bekende attractie in Walibi. En dan nagebouwd hier. Ik ben benieuwd, ik ben nog nooit in het echt één geweest. Niet? Nee. Ik ook niet. En ik ben nog nooit dus over de kop gegaan achteruit. Dat is nog iets wat ik nog ooit eens moet doen. Ik ben benieuwd. Oeh, jongens, er zit een aap achterin. Kijk. Dit is toch achterin? Wat is dat zo? Achterin? Ben ja, ik dan, achterin dan of ben jij achterin? Ik weet het niet. Zit ik achterin? Ja. Oh, jeetje. Oké, we zitten achterin. Nou, ik zit niet helemaal achterin. Dus jij bent de aap nu, Hessel? Of shit. Oké, ik vind de ondersteuning vet met die... ja, vind ik leuk gedaan. Oké, we zijn boven. Dan gaan we, Gio. Hoi, hier zit vooraan. Wij gaan sneller omdat we achteraan zitten. Dat is wel cool. Ja, natuurlijk. Altijd. Oh, daar komt hij hoor. Nou, fantastisch. Oh, daar gaan we. Hé, yeah, daar gaan we hoor. En we gaan ook weer zo snel. Gio, help met speed, help! Ja, komt ie. Come to me! Hey. Hey. Kijk, dit zijn speeds. Dit zijn speeds. Yeah! Dat willen we zien. Sneller! Sneller! Kijk, dit is cool. Kutzooi. Lopen niks hoor. Kutzooi. Nou, dit was het plot. Bedankt voor het kijken iedereen. En hopelijk vond je het leuk. En laat vooral een duim achter. En volgende keer gaan we weer een plotwereld doen. Geweldig. Ja. En we gaan ook een keer een systeem maken. Tot jullie, dat is beloofd al bij deze. Wanneer moet je niet vragen. Want het gaat zeker wel komen. Dat je via de website kan invullen. Welk plot je hebt en of het af is. En dat je gewoon een aanmelding kan doen. Dat we een opname kunnen doen van jouw plot. Leuk idee toch? Hey. Daarom. Tot ziens. En ik ga weer lintjes doorknippen. Want ik heb niks beters te doen. Oké, tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei.